In een tijd waarin de bioscoop in discussie is, getuigt het nadrukkelijk van optimisme dat er in vele plaatsen van ons land nieuwe bioscoopcomplexen worden geopend, zoals zeer recent nog in Hengelo. Dat is wel enigszins in tegenspraak met de forse kritiek die in dag- en weekbladen over de bioscoopwereld is uitgestort. En daarbij werd vaak voorbijgegaan aan de positieve ontwikkelingen, zoals in het drukbezochte Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne, waar 4 bioscopen het publiek veel variatie bieden. Als een rem op het bioscoopbezoek worden wel genoemd de entreeprijs van gemiddeld een tientje, voorts het feit dat de projectie als gevolg van de automatisering in de bioscoop niet aan de normen voldoet, wat uiteraard ergernis veroorzaakt, en tenslotte dat ook de beenruimte vaak de wensen overlaat. Maar er werd over het algemeen weinig aandacht besteed aan de vele geslaagde pogingen om juist daarin verbeteringen aan te brengen. In de vele nieuwe bioscoopcomplexen die zowel in de grote steden als in de provincie de laatste jaren van de grond kwamen, werden speciale voorzieningen getroffen, waarvan het zitcomfort zeker niet de onbelangrijkste was. Dat is onder andere het geval geweest in Ede, waar de bedrijfsfilosofie gericht is op een optimale presentatie van de films. De speelfilm wordt uiteindelijk gemaakt om te worden vertoond op een plaats waar het qua techniek volledig tot zijn recht komt. En dat is hier in de bioscoop. Overigens mag niet vergeten worden dat de bioscoop in de laatste jaren moet opboksen tegen de videotheken die als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen. Tal van vroegere bioscoopbezoekers kiezen nu een videocassette uit en gaan dan thuis voor de buis zitten kijken naar een vaak illegaal gekopieerde film. Hans Thijssen van de Stichting Video Veilig zegt daarover. De Stichting Video Veilig is in 1983 juist opgericht om aan de videopiraterij een halt toe te roepen. Er zijn 3 hoofdmoten die de stichting zich tot doel stelt. Dat wil zeggen het illegale product uit de winkel, de vinger krijgen achter de illegale producenten en in Den Haag een wetsverzwaring. Dat wil zeggen hogere geldboetes bij overtreding en een zwaardere gevangenisstraf. De bioscoopfilm heeft al een lange geschiedenis. Na zijn uitvinding in 1895 ontwikkelde hij zich tot een amusementsvorm die al vroeg vele kunstenaars inspireerde, zoals de Fransman Méliès, die er een grote trucendoos mee opende. In de jaren 30 had Nederland een unieke primeur. Het nieuwste snufje op spoorweggebied is de Spoorbio, waarvan het eerste exemplaar op station Utrecht in gebruik is genomen. Een spoorwagon is getransformeerd in een complete bioscoop. Voor 1 dubbeltje kan de wachtende reiziger zich gedurende 20 minuten amuseren. Men behoeft niet bang te zijn dat men zijn aansluiting zal missen, want alle vertrekkende treinen worden tijdig aangekondigd. Zo'n service aan het publiek wordt op een andere manier in een paar bioscopen van nu geboden, zoals in het Overijsselse Borne. Filmkijkers die daar behoefte aan hebben, hoeven maar op een knop te drukken om zich tijdens de voorstelling een drankje te laten serveren. Dat de bioscoopwereld ook op ander gebied niet stilzit, werd onlangs in Amsterdam zichtbaar, toen daar aan de gevel van het Citytheater een beeldscherm werd opgehangen waarop met 30.000 computergestuurde kunststofblokjes onder andere een nieuwe film kan worden aangekondigd. En op gezette tijden timmert de bioscopie à la Hollywood aan de Nederlandse weg. Zoals bij de Filmweek Amsterdam, toen de enige echte James Bond, Sean Connery, aanwezig was bij de première in Tuschinski van de film Never Say Never Again. He's never been so up against it. Alsof hij nooit was weg geweest en alsof het om de uitreiking van een Oscar ging, zo zelfverzekerd nam Connery de hulde van de zaal in ontvangst. Voor de echte cinefielen wordt in de bioscoop nu en dan iets heel speciaals gedaan. Zoals in Arnhem, waar men grif 75 gulden neertelde om deel te nemen aan een wedstrijd om het wereldrecord continu film kijken. 52 filmfreaks begonnen met frisse moed aan de lange zit. Toen
Paul van de Kerkhof uit Ede als enige 64 uur wakend in de bioscoop had doorgebracht, had hij het record verbeterd. De champagne ging vergezeld van een voordracht tot opneming van zijn kijkprestatie in het Guinness Book of Records. In de laatste tijd trekken met name de Nederlandse films Schatjes en Siske de Rat veel bezoekers. Toen Siske werd opgenomen, kon nog niemand vermoeden dat de film, evenals Schatjes, in korte tijd 1 miljoen mensen naar de bioscoop zou trekken. Wat men er ook van mogen zeggen, er loopt in ieder geval weer een lijn van de filmliefhebbers naar de bioscopen. De Bioscooplijn. Dit is Telemagazine's Bioscooplijn. Met het laatste nieuws over speelfilms die deze week te zien zijn in de Nederlandse bioscopen. Hier zijn Erik de Zwart en Bart van Leeuwen. Terms of Endearment, de film die werd bekroond met 5 Oscars. Beste film, beste actrice en enzovoorts. Met in de hoofdrollen Shirley MacLaine, Deborah Winger en Jack Nicholson. Schatjes, met in de hoofdrollen Akke Mee en Peter Faber. Een waanzinnige film over kinderen in opstand tegen hun ouders. Het ongekende succes van regisseur Ruud van Hemert. Polygoon Bioscoopjournaal. Al meer dan 60 jaar in de Nederlandse bioscopen. Tot volgende week. Dag.